Dag, dit is Sky Regio, het programma met zakelijk nieuws en vacatures uit de Stedendriehoek. En vandaag hebben we een speciaal thema, Voorst scoort. En het accent ligt hierbij op wat het economisch kloppend hart van de Stedendriehoek, de gemeente Voorst, doet of gaat doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En gelooft u mij, ze zijn hier super actief. Voorst scoort, afgetrapt door Jacco Elting. Burgemeester Pennings over brood en werk. Ervaringen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dag, welkom bij Sky Regio, het zakelijke programma uit de Stedendriehoek over ondernemers, de overheid, organisaties en onderwijs. En vandaag hebben we een speciaal thema. Voorst scoort. En dan gaan we het hebben over de inspanningen die de overheid verricht, ondernemers, ondersteunende organisaties, maar zeker ook mensen die lastig werk kunnen vinden, maar toch heel graag aan de slag zouden willen gaan. En we beginnen met u. Welkom, wethouder Wim Vrijhoef. U heeft in uw portefeuille, ik lees het eventjes op hoor, wet maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en werk en inkomen. Ja. Klopt, hè? Helemaal juist. Voorst scoort, dat moet u toch met trots vervullen. Ja, dat is een fantastisch initiatief. Ja. Samen met werkgevers opgezet. En met de bedoeling om elkaar te vertellen van hoe goed het is dat je mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en dat kan om een heleboel verschillende redenen zijn, toch gewoon als normale mensen die kunnen werken behandeld. En opneemt in je bedrijf. Ja. En de bedoeling is om dat stokje naar iedere werkgever in Voorst door te geven. Nou, dat is een prachtig initiatief. En dan rijst toch ook de vraag, hadden we dit niet al eerder kunnen starten? Ja, dat is altijd met goede ideeën. Die zijn altijd te laat, want het had altijd eerder. Maar het is niet zo dat, laten we zeggen, de werkgevers en de overheid niet in de tussentijd, in de afgelopen jaren, ook al heel wat met elkaar te stellen hebben gehad om dat te bereiken. Mm-hmm. Er zijn ambtenaren geweest die langs bedrijven zijn gegaan, mm-hmm, te vragen van welke mogelijkheden heeft u als bedrijf. En daar zijn ook de eerste resultaten eigenlijk uitgekomen. En daar kun je dus op voortbouwen. Ja. En dat is wel heel mooi. Dat heeft dus eigenlijk nu geleid tot Voorscoort. Ja. Ja. Nou goed, de gemeente Voorst maakt dus werk van werk. Daar praat ik zo meteen nog met u over verder. Maar eerst kijken we naar een impressie van het burgemeestersontbijt. Nou, dat was een prima bezetting daar bij het ontbijt. Ja. Gebeurt toch maar weer mooi in Voorst. Zeker. Ja. En het was niet alleen een goede bezetting, maar het was ook een prima bijeenkomst. Ja. Ja. Belangrijke vraag. Waarom is arbeidsparticipatie zo belangrijk? Nou, omdat eigenlijk ieder mens iets wil betekenen in zijn leven. En dat kan alleen maar met andere mensen samen. Mm-hmm. Dus we hebben al lang ontdekt dat het niet zo is dat mensen lui zijn en niet willen, maar dat het juist belangrijk is dat ze op een of andere manier begeleid worden, geholpen om in de juiste setting terecht te komen. Ja. En wat doet de gemeente Voorst in dit project? Nou, wij hebben uiteraard de zaak een aantal ambtenaren die mensen ontvangen om te horen wat de problemen zijn en dan proberen te achterhalen van hoe kunnen we daar het beste oplossingen voor bieden. Mm-hmm. In dit project is er één apart loket gemaakt waar gezegd wordt van nou, daar kan iemand terecht op het moment dat er duidelijk is dat hij aan het werk zou kunnen gaan. En wij proberen ook mensen die nog eigenlijk niet toe zijn aan werken, omdat ze bijvoorbeeld al een hele tijd eruit zijn en eigenlijk niet meer precies weten hoe dat ritme opgebouwd moet worden, om eerst dat ritme op te bouwen en dat doen we dan dus zelf. En dan komen ze bijvoorbeeld in dit project terecht. Nou, dat zijn allemaal activiteiten die ook vanuit wat dan de WMO gaat worden, begeleid gaan worden. Mensen worden echt opgepakt en geholpen. En hoeven niet alles meer, laten we zeggen, alleen maar zelf te bedenken. Ja. Want dat lukt vaak niet. Nou, is het een prachtig initiatief. Even aan de zakelijke kant bekeken, kost dit nou geld of levert het wat op?
Nou moeten we aan twee kanten kijken natuurlijk. Mm-hmm. Voor de werkgever levert het erg veel op, want je krijgt arbeid die nuttig is, die ook werkelijk goed verricht wordt. En als dat minder productief is als wat je gewend bent, dan kun je daar subsidie voor krijgen. Ja. Dus het kost je in ieder geval niks en je krijgt er wat dat betreft een hele goede medewerker voor terug. Waarvan al gebleken is dat ze bijna nooit ziek zijn. Dus dat is alvast meegenomen. Voor de gemeente, op het moment dat wij mensen weten te plaatsen langs deze weg, scheelt het kosten in bijvoorbeeld de bijstand. Ja. We zijn dan wel die loonkostensubsidie kwijt, maar we hebben aan de andere kant dus minder kosten aan de bijstand. Dus voor ons levert het uiteindelijk ook wat op. Ja. En het meeste levert het natuurlijk op voor de individuele mens. Mm-hmm. Want als die eenmaal weer lekker in zijn vel zit, ja, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker ook in zijn omgeving. Ja, en we hebben net gekeken naar dat ontbijt. Wat heeft het opgeleverd? Nou, een paar enthousiaste ondernemers. Want die hebben daar toch echt wel gehoord van hoe het zou kunnen. Na afloop, binnen een week tijd, bleken er al 2 mensen geplaatst te zijn in de regio. En dat was natuurlijk echt een heel onverwacht snelle reactie. Ja. Dat ging echt in één keer heel goed. Dus het was een goede spin-off daarvan. Ja, dat was een uitstekend begin. Want heeft u ervaringen van ondernemers die hebben meegedaan? Nou ja, ik zei al, er zijn in de afgelopen jaren natuurlijk ook ondernemers geweest die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in hun onderneming hebben opgenomen. Die ervaringen hebben we ook uitgewisseld op dat ontbijt. Kunt u een voorbeeld noemen wat u bij is gebleven? U dacht, nou, ik heb één voorbeeld van een ondernemer die geconfronteerd werd met een mogelijke nieuwe medewerker. Maar die was al 20 keer in andere bedrijven afgewezen. Dus die had geen enkel zelfvertrouwen meer. En daar heeft die ondernemer samen met zijn team van gezegd van oké, daar gaan wij hier dus omheen staan. Die gaan we gewoon hier in het bedrijf opnemen. En na 3 jaar was hij zelfstandig aan de gang en dat ging uitstekend. Dus ja, er zijn leuke voorbeelden van. Ja. Want mijn laatste vraag van u was, maar u heeft al een beetje antwoord gegeven. Waarom is Forced Scored zo nuttig, behalve dat je natuurlijk een verplichting hebt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja, nou ja, die verplichting moet natuurlijk elke werkgever op zijn eigen, vanuit zijn eigen gevoel invullen. Maar voor ons is het belangrijk dat er geen mensen thuis zitten, eigenlijk niks te doen hebben, verzuurd raken, de wereld niet meer positief benaderen. Al dat soort dingen zijn gewoon niet goed voor een gemeenschap. Nee. En daarom is het gewoon goed dat mensen langs deze weg aan het werk komen. Ja. Dank u wel, meneer Vrijhoef. En wij gaan door met een ander filmpje. Een fragment van Eddy Roosnek van Riet. Een bedrijf dat wereldwijd verbindt of beter hecht. Want zij zijn specialist op het gebied van lijm. En Eddy Roosnek legt uit in een korte schets waarom arbeidsparticipatie zo broodnodig is. April 2011 kwam Ellen bij ons met deze man en wij besloten met z'n allen in mei 2011 dat hij bij ons zou kunnen gaan beginnen. Ik zie hem nog zo binnenkomen, met zijn hoofd naar beneden, door ons hier aan te kijken. Deze man hier was echt, kon je zien, hij wist eigenlijk niet goed wat hij hiermee moest. Ik kom natuurlijk tussen nummer 21 met een totaal geen verwachtingspatroon en eigenlijk best wel angst voor hem te wachten stond. We hebben hem dan ook heel langzaam eigenlijk klusjes gegeven, maar vooral veel met hem gecommuniceerd. En je zag ook dat hij zelfs na een aantal weken al enigszins wat vrij werd, zelfs mensen durfde aan te kijken. En let wel waarom ik u dit vertel, omdat het op het personeel best impact heeft. De mensen moeten hier begrip voor hebben, de mensen moeten snappen waar het over gaat en dat kun je niet zomaar iemand neerzetten zonder dit met je collega's te hebben besproken, vind ik. Hij zou dus, de bedoeling was dat hij een half jaar bij ons zou blijven. En je zag in dat half jaar dat hij eigenlijk steeds meer zelfvertrouwen kreeg. Je zag dat hij steeds meer begon te praten. En hij werd eigenlijk steeds meer betrokken in allerlei werkzaamheden in het bedrijf. Maar ja, het half jaar was om. En wij zouden beslissen wat we verder zouden gaan doen. En we hebben dus hem bij ons geroepen. En ik zal nooit vergeten dat hij op kantoor kwam. En hij verwachtte natuurlijk het ergste wederom. En ik weet nog dat hij tegen me zei: goh, we zijn hartstikke blij met je. Wil je graag contact op midden van een jaar? Hij zei helemaal niets. Maar ik geloof me, die tranen in zijn ogen zijn ons weer als voldoende eigenlijk. En dat had enorm impact.
Na het jaar hebben we bij Hans geroepen. Het ging hartstikke goed met hem. Hij deed alle klussen. Hij heeft eigenlijk zich echt geweldig aangepast. En ik kan me alleen aansluiten bij de heer Schoonveld, dat het zijn harde werkers. Dat ze mensen als ze eenmaal een kans krijgen, dat ze er ook echt voor gaan. Hij heeft zich tot op heden nog nooit ziek gemeld. Echt een groot compliment. En wat ontzettend leuk is, hij is eigenlijk een zonnetje in huis geworden. Het is echt een complete metamorfose geweest. En dat deze mensen een kans krijgen en ook gehad hebben, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hij heeft inmiddels zijn certificaat gehaald voor zijn heftruck. Hij werkt aan alle machines bij ons. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn zo druk allemaal met onze business case, met onze, onze omzetten, met het leiden van een bedrijf, geloof ik. Wij doen dat net zoals ze het doet, en misschien een andere grote, maar het blijft allemaal hetzelfde. Maar ik betrapte me eigenlijk op, dat hij heeft inmiddels, moet ik u ook bijzeggen, een vaste aanstelling moest krijgen. Dat het was vorige week, dat als hij dan terugdenkt aan het feit hoe hij binnenkwam, en nu dat hij al druk pratend het bedrijf verlaten met zijn collega's. En hij zag mij staan en hij zwaaide van tot morgen. Dan denk ik van ja, dat is eigenlijk het mooiste wat je kunt hebben natuurlijk. Hè? Ik bedoel, hij heeft weer een toekomst, hij kijkt weer naar uit. Hij heeft zelfs voorgesteld om een dependance op de Mulke op te zetten, wat natuurlijk prachtig is. Hè? Het is op zich iets waar we zeker nog eens over praten. Maar hij heeft iets om naar uit te kijken. En ik denk dat we dat als werknemers zeker verplicht zijn. Ik denk als wij praten over MBO, ja, het moet eigenlijk iets vanzelfsprekend zijn. En ik kan u zeggen, op dat moment dat hij zwaaide, was ik eigenlijk helemaal vergeten welke business case ik eigenlijk aan bezig was. En wat ik dacht eigenlijk aan doen was, wat zo belangrijk was in mijn ogen. Ik kan u zeggen, dit is echt nog mooier dan de grote orde. Ik kan het u alleen maar aanbevelen. Ja, dank u. Inmiddels zijn aangeschoven Marijn Gielis van Delta Zutphen en Remco Kanters van Markanter. Welkom. Heel even kort, Marijn. Wat doet Delta? Delta biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere in de regio Voorst Twello. Wij nemen mensen in dienst en zoeken dan bedrijven waar ze gedetacheerd kunnen gaan werken. Okay. Dankjewel. En Markanter, wat is dat voor een organisatie? Markanter is begin vorig jaar ontstaan. Het is de voormalige afdeling elektronica van Delta. Daar was ik klant met mijn ander bedrijf, Repower. En begin vorig jaar heb ik de hele afdeling elektronica overgenomen en zelfstandig bedrijf van gemaakt onder naam Markanter BV. Montage, assemblage, Remco Kanters. Vandaar. Mooi, Kanters. Nou, prachtige naam. Jullie werken dus intensief samen. Ja. Als je kijkt naar Forst Scoort, waar we hiervoor bij elkaar zijn. Waarom is zo'n programma nuttig, Marijn? Nou ja, ik denk dat bedrijven op een hele goede manier mensen werk kunnen bieden. Niet alleen om heel veel winst te maken, maar ook om naar buiten toe te laten zien dat je betekenis kunt hebben voor mensen voor wie het gewoon niet allemaal zo vanzelf gaat. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat als mensen eenmaal aan het werk zijn bij een bedrijf, dat ze opbloeien, dat ze groeien, dat ze zich ontwikkelen. En daarmee ook gewoon echt meedoen. Ja. En we hebben de bedrijven gewoon heel hard nodig om dat samen met ons te realiseren. Ja. Je zit eigenlijk op de plek van een bedrijf. Wat zijn je ervaringen? Uiteindelijk ben ik er een beetje ingerold. Is van de nood een deugd gemaakt. En ervaar ik bijna dagelijks dat die mensen die we dan eigenlijk een beetje oneerbiedig noemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, eigenlijk een bijzonder zinvolle en nuttige bijdrage kunnen leveren, mits ze dan maar de mogelijkheid toe krijgen en de ruimte toe krijgen. Ja. Zonder dat er nou zware druk gelegd wordt op moeten presteren en moeten opleveren. En, Ja. En in welke vorm kunnen ze bijvoorbeeld bij jullie aan de slag, bij Markanter? Wat voor werkzaamheden worden er verricht? Wij monteren en assembleren, maar dan wel fijn montage, met name op het gebied van elektronica. Solderen, printplaatjes bestukken, kabelboompjes maken. Dus eigenlijk allemaal werk waarbij je een beetje geconcentreerd moet zijn. Het is niet ruw rouwdouwwerk. Bij ons op de afdeling heerst dan ook over het algemeen een bijna serene rust. En dat vinden de mensen die bijvoorbeeld met autistische stoornissen die ik aan het werk heb, die vinden het dan heel erg prettig. Want die worden heel erg onrustig als het elke dag anders is en lawaaiig is en onrustig is. Ja. Dus eigenlijk zijn ze daar heel prima op hun plek.
kunnen geconcentreerd aan de slag. Ja, ja. Het is een vorm van beschut werk, eigenlijk. Ja. 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 Maar het levert voor jullie goede resultaten op. Het levert steeds betere resultaten op, ja. En bij Delta, ik neem aan, Mark Kanter, dat is een samenwerkingsvorm. Jullie werken met meerdere bedrijven samen. Ja, zijn jullie bijvoorbeeld nog op zoek naar mensen? We zijn voor zeker 3 mensen uit de directe omgeving van de gemeente Voorst Twello, dus het kan ook Terwolde Empen zijn, heb ik begrepen. Wel op zoek naar werk. Eenvoudig administratief werk. Eenvoudig productie, repeterend werk. Het mooiste is als je afwisselend kunt zitten staan. Mm-hmm. Dus als er bedrijven zijn hier in de regio Voorst Twello die eigenlijk naar aanleiding ook misschien wel van dit programma enthousiast geworden zijn, dan kunnen ze mij bellen en dan gaan we gewoon kijken of we met die mensen een stukje samenwerking kunnen zoeken hier in de regio. Want het personeel hebben jullie beschikbaar voor dit soort functies. Ja, okay. Ja, en het mooie is gewoon, kijk Remco, jij hebt werk voorradig wat eigenlijk vanuit zichzelf al eenvoudig is. Maar er zijn ook heel veel bedrijven, die hebben bijvoorbeeld specialisten, mm-hmm. die ook eenvoudige taken hebben. Yeah. En door die taken bij die specialisten weg te halen, kun je dus een laag van functies creëren voor mensen van ons, die dat dan heel goed kunnen uitvoeren. Yeah. Nou, ik hoop ook een beetje bedrijven aan het denken te zetten dan. En we hebben de mensen gewoon. Dus dan kunnen ze contact opnemen met Delta Zutphen. Contact opnemen met mij, Marijn Gieter. Maar ik denk dat er nog een aspect aan zit. Er wordt natuurlijk heel veel werk uitbesteed naar lage lonen landen. Ook, ja. Daar waar de lage lonen niet laag blijven, maar toch wel omhoog lopen, denk ik dat de BV Nederland eigenlijk ook wel op geattendeerd moet worden. Dat dat soort werk, zeker een kleine oplaag, ook prima in Nederland, met onze doelgroep uitgevoerd kan worden. Oké. Nou, mooie tip. Dus voor de mensen die kijken, ik hoop dat ze driftig met jullie contact op gaan nemen. Tot slot nog heel even kort een mooie ervaring die jullie hebben, die je graag wil delen. Oh, dan overval je een beetje. Wel bijna wel dagelijks dat soort mooie ervaringen. Want het is leuk om te zien dat mensen met plezier toch naar hun werk komen. Ja. En dat wat ze doen leuk vinden en ervaren als zijnde zinvol en bijdrage leveren. Ja, we hebben gewoon heel erg veel bedrijven hier in de regio waar we mee werken. Mm-hmm. Heel direct hier, bijvoorbeeld Kwekerij Meermuiden. Mm-hmm. Dat zijn echt mensen die hebben al heel lang, ook voordat dit allemaal in het nieuws was. Mm-hmm. En gevraagd werd van bedrijven, ongevraagd eigenlijk, gewoon vanuit zichzelf. Mm-hmm. Hebben ze van een stage tot, uiteindelijk werkt iemand van ons daar echt al jaren. Ja. En dat gaat dan gewoon zo ontzettend goed. En het is zo mooi om te zien hoe dat groeit. Ja. Nou, ik zou zeggen heel erg bedankt voor jullie komst hier. En als jullie weer nieuws hebben, kom weer bij ons aan tafel hier in Sky Regio. En heel veel succes met alle mooie dingen die jullie doen. Gaat lukken. Dankjewel. U kijkt naar Sky Regio. Voor al uw groene wensen bent u bij Terriele aan het goede adres, of niet, Tony Terriele? Zeker, ja. Ja, want je verzorgt de groenvoorziening en je hebt de kwekerij, hoveniersbedrijf en je klanten zijn particuliere bedrijven, overheid. Overheden onder andere, ja. En nu in tijden toch dat mensen beknibbelen en bezuinigen, merk je daar wat van of krijg je juist meer werk? Nou, we merken dit jaar heel sterk dat de overheden aan bezuinigen zijn. Mm-hmm. Daar creëren we ook wat minder omzet in, maar de hoveniersbedrijf. De particulieren die zitten aanzienlijk meer om als de jaren hiervoor. Dus of dat met de economie te maken heeft, maar daar draai je wel zeer, zeer goed mee. Okay. En de kwekerij is bij ons ook, we hebben een 6 hectare taxiskwekerij. Mm-hmm. En we mogen qua omzet en afzet en aanvraag wat er nu is, niet over klagen. Nee. Dus het gaat goed met prachtig. We hebben een gezond bedrijf. Dus, Nou, je zit hier vanwege het project Voorst Scoort. Ja. Wat zijn je ervaringen daarmee? Nou, we hebben vrij veel waarjongens, mensen met een weersverificatie, ook iemand van zo zijn, met een achterstand. En vooral in de groenvoorziening kunnen we die mensen ons goed helpen met hand- en spandiensten, vooral met schoffelwerkzaamheden, harken, et cetera. Yeah. Ook hebben we een plek gecreëerd in de magazijn, voor iemand die de hele magazijn beheert. Het was geen fulltime baan, maar nu zo'n persoon een waarjongen, dan gaat het heel goed. Yeah. Dus de werkzaamheden lenen zich er prima voor? Ja, in de groenvoorziening, ik denk ten opzichte van andere werkgevers in de gemeente Voorst, is daar ruime mogelijkheden voor ten opzichte van andere bedrijven. Ja, ik leg de gast hier een aantal dezelfde vragen voor. En een van die vragen is, waarom is Voorst Scoort volgens jou nuttig? Ja, je moet zien dat je samen sterk zijn en dat wij kunnen ook dingen
hoe de mensen bij ons, hoe dat in zijn werking gaat, kunnen we doorvertellen aan collega-bedrijven, dat die er ook wat mee kunnen doen. Ja. En dat je samen als gemeente sterk naar voren komt en dat je die mensen een plaats kunt geven in de arbeidsmarkt. Want merk je bij collega-ondernemers dat er interesse in bestaat? In de groenvoorziening zeker. Mm-hmm. In hoveniersbrand is het dan wat rustiger ermee. Ja. En vooral in de groenvoorziening is het wat makkelijker om die mensen een plek te geven. Ja. We hebben ook twee jongens op een grasmaaier zitten. Mm-hmm. Die gaan gewoon de hele gemeente door maaien. Nou, die moet je eerst goed begeleiden. Die worden door een jobcoach begeleid en door iemand van onszelf dan. Ja. En als zo'n persoon die plek gevonden heeft, dan pak je automatisch elke week diezelfde ronde weer. Ja. En dat gaat supergoed. Ja. Dus dan kun je rustig iets in de achterstand hebben. Maar als door goede begeleiding, ook vanaf de jobcoach, dan lukt dat wel. Ja. En levert het zeg maar trielen op? Waarom is wat maakt het leuk voor je? Of? Maar het is wel een uitdaging voor ons. De jongens van ons die bij ons werken, die afstuderen het ook. Die vinden het ook een uitdaging om iemand die met achterstand, om toch een goede plek te geven binnen bedrijf. En een aantal jongens binnen bedrijf die pakken dat goed op. Ja. Kijk, er zit natuurlijk wel verschil in. Ja. Dus als jij zou zeggen van voor iemand in de groenvoorziening zou je het zeker aan kunnen bevelen om aan dit initiatief mee te doen. Ja, in de groenvoorziening zeker. Ja. Ja. Okay. Nou, dankjewel voor je komst, Tony. Okay. Veel succes met alle mooie zaken. En als je nieuws hebt, ben je natuurlijk weer van harte welkom hier bij Sky Regio. Absoluut. U kijkt naar Sky Regio. Tot slot de ervaringen van Louis Pelgrim. Welkom, jij bent van Pelgrim Autobedrijf. Ja, klopt. En kun je heel even kort vertellen wat jullie doen? Wij zijn een bedrijf, universeel bedrijf. Wij repareren alle merken. Wij doen voornamelijk reparatie, onderhoud en verkoop nieuw en gebruikt. Mm-hmm. En we hebben 5 vaste personeelsleden. En wat losse krachten daarnaast. Ja. Ja, want ik had een vraag voor je van, goh, heb je nog last van al die veranderingen van staatssecretaris Wiebes over... We merken dat wel en we horen wel vragen uit de markt van, hoe gaat dat allemaal gebeuren en wat moeten we ermee? En dus dat speelt wel. Ja, speelt want dan weer wel bijtelling, geen bijtelling, subsidie. Ja, bijtelling is wel heel belangrijk. Ja. Maar het is nog wel goed ondernemen voor jullie met al die veranderingen. Jawel, ja, zeker. Ja. We zijn flexibel, we gaan ook mee met de markt en ja, dat hoort erbij. Ja. Maar goed, de focus ligt ook op onderhoud en reparatie. Onderhoud en reparatie is een hele belangrijke sector. Ja, dus dan heb je daar wat minder last van, om het maar zo te zeggen. Ja, ja goed. En dan ook nog maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, ja. Dat doen wij ook. En hoe doen jullie dat? Nou, wij doen het op verschillende manieren. We hebben zowel personeel maatschappelijk verantwoord ondernemen op dat gebied. Mm-hmm. En wij doen ook wel duurzaam investeren. We willen zonnepanelen, mm-hmm. we hebben al ledverlichting in het pand, een milieudiesel als bedrijfsauto. Yeah. Dus op allerlei vlakken proberen wij maatschappelijk te ondernemen. Ja. Nou, en als we het dan hebben over personeel, Forst Scoort, waarom is dan zo'n initiatief nuttig, denk jij? Nou, de ondernemer is bang voor heel veel regels en toestanden als je een waarjongen in dienst neemt of iemand uit de SW-sector. Mm-hmm. En dat is nu heel erg vergemakkelijkd. Ja. Dus je kunt heel makkelijk iemand aannemen. Je betaalt bij ziekte geen ziektekosten. Mm-hmm. Dat wordt nog door het UWV geregeld. Mm-hmm. Nu met het één loket systeem is een kwestie van een paar handtekeningen zetten en je hebt iemand in dienst. Ja. En, dus heel veel zeg maar, angsten voor bepaalde zorgen die ondernemers hadden, die zijn eigenlijk weggenomen hiermee. Ja, klopt. Ja. Het is niet zo dat het allemaal roze geur en maneschijn is. Je moet nog steeds ervoor werken en je moet nog steeds mensen begeleiden. Maar als je één keer dingen goed op de rit hebt, dan loopt het heel makkelijk. Ja. Ja, want in wat voor functies werken ze bij jullie in het bedrijf? We hebben 2 poetsers. Eén waarjongen die alle ochtenden poetst. En een jongen uit de SW-sector. En die komt 2 dagen in de week. Ja. Dus fulltime. Ja. 2 dagen voor de hele dag. En kun je zeggen wat het effect op hem is? Nou, vooral de waarjong, jongen die kwam binnen bij ons. Mm-hmm. En die zei na de eerste week, jullie hebben meer tegen mij gepraat als in de afgelopen 2 jaar bij een ander bedrijf. Zo. En een ander bedrijf, en hij zegt van ja, ik voel me veel meer serieus genomen gelijk. Ja. Yeah. En daar hebben wij niet extra moeite voor doen. Wij hebben hem gewoon opgenomen en als collega behandeld. Mm-hmm. En het gaat gewoon vanzelf dan, feitelijk. Dat is ook wel... het raakt me ook wel als iemand dat zegt, jullie hebben ook meer tegen mij gezegd. Ja, dat deed zeker wel ook met ons, want dat snap je eigenlijk niet. Nee. Ik bedoel, deze jongen krijgt gewoon bij ons een kans, maar we nemen hem gewoon op en we behandelen hem als een collega. En dat is het ook, Hij is gewoon een hartstikke goede collega. Nou. Inmiddels al een tijdje. Ja, en zijn er ook bijvoorbeeld collega of conculega's die een beetje in dezelfde branche als jullie zitten, die mogelijk daar ook wel interesse in hebben? Dat je merkt? Zeker, er zijn wel meer mensen die interesse hebben. En,
Ik ben nu ambassadeur voor het Forescourt project. Ja. En ik heb een collega gepolst en die zei ook van ja, maar ik had iemand op het oog en die wil ook wel in dienst nemen. En ja, dat heb ik maar niet gedaan. Ik zei nou, maar het is een stuk makkelijker geworden. Ik zei, als het nou niet makkelijk is, bel me dan terug. Maar ga er even mee aan de gang. En hij belde mij op en hij zei van nou, het is echt het is makkelijk en het is, ik heb er nu twee. Er lopen twee mensen nu bij mij in het bedrijf. Nou, dan heb je ambassadeursrol goed vervuld in deze. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je dit met ons wilde delen en heel veel succes. U kijkt naar Sky Regio. Meneer Vrijhoef, tot slot. Wilt u nog wat zeggen tegen werkgevers die kijken en geïnteresseerd zijn in Forescourt? Ja, zeker wel. Ik hoop dat duidelijk is geworden hoe goed het is om iemand in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Daar heeft eigenlijk iedere werkgever voordeel aan. En het tweede, het mooiste erbij zou zijn om zo enthousiast te worden dat je ambassadeur wordt voor Scoort en collega's vertelt hoe goed het werkt. Ja. En als die boodschap over zou komen, zou ik dat wel heel mooi vinden. Ja. En stel, zitten werkgevers te kijken, die zijn nu geïnteresseerd, waar kunnen ze zich tot wenden? We hebben één loket en daar moeten ze naartoe bellen. Dan worden ze geheel ontzorgd en dat is bij Leniham. Dat wordt dan georganiseerd. Ja, Leniham, loket 1. Dat is klopt. Het. Okay. Nogmaals dank u wel voor uw komst. Ja, we zijn er weer doorheen gevlogen en we kunnen wel constateren dat Forescourt een ontzettend mooie initiatief is geweest. Ik bedank u voor het kijken en ik bedank alle gasten die hier waren voor het komen. Ja, dan rest mij nog Lex Versteeg te bedanken voor de gastvrije ontvangst hier weer in Skydeck. En Monique Lindhorst voor de heerlijke lunch. Graag tot de volgende keer bij Sky Regio.